Jongens, één na laatste maat, die formaten, die maten met formaten worden 6/4. Achter de schermen gebeurt er natuurlijk van alles. We gaan een track opnemen, een soort cadeautje is dat eigenlijk. Dat is het mooiste wat er is, als je het met elkaar kan doen. En dat 75 jaar lang. Nou, het is wel een behoorlijke prestatie, vind ik. Ja. Het is moeilijk om te zeggen dat je trots op jezelf bent. Maar zeg het nou gewoon. Dat was fucking amazing. En ja, stom. Ik weet niet of je dit moet uitzetten. Nee. Ja, ik vind het een heerlijk orkest. Een band echt, die in deze bezetting jarenlang, 75 jaar lang, samen repeteert en optreedt. Ja, dat is uniek. Dat is echt goud. Everyone is trying to do the best, like we're gonna do a good job, but it's such a relaxed atmosphere comparing with classical orchestras, not only in the Netherlands, but in general. Ja, ik heb bij dit orkest al het gevoel dat het nooit nodig is om je collega's te overtuigen dat het een goed idee was om naar werk te komen. Ja, het blijft altijd verrassen en je moet je altijd weer op iets anders voorbereiden. Je moet dan weer Turkse muziek spelen en dan weer house en dan weer musical en dan weer liedjes, toch? Ja, één en laatste maand. Dat is het leukste van dit orkest. Jongens, hebben jullie allemaal hoofdtelefoon? Ja. Dus die zou ik aanzetten? Ja. Eigenlijk willen we gewoon zelf mooie muziek maken. En als dat lukt, dan zijn we allemaal ontzettend blij. En als dat ook gewaardeerd wordt, nou, dan is het helemaal mooi natuurlijk. Ja, het begint te komen. Ja, dat is af. Dit orkest is zo gespecialiseerd in lichte muziek, in spelen met opvatting. En doet dat in principe het hele jaar door. En daar zijn er zo weinig van in de wereld. Ja, ik heb wel eens het idee dat het Metropool internationaal een grotere naam heeft dan in Nederland. Dat proef ik wel eens. We hebben natuurlijk met veel buitenlandse fantastische solisten mogen werken. Dat is ook allemaal online gezet en door het buitenland opgepikt. Kortelink staat er dus van alles op YouTube. Dus een ieder die een beetje voelt van ik zou eigenlijk terug willen naar het oude normaal, kan op het internet in dat waanzinnige archief iets van zijn gading bijvinden. Het is natuurlijk ook een hele gaaf sound. Dat heb ik ook nog steeds. Als ik die koptelefoon heb, ik zet die strijkers ook altijd hard. Het is gewoon uniek, weet je wel. Met die strijkers en die big band ook nog eens. Je hebt gewoon zo'n breed kleurenpalet. Je komt met mensen te spelen waar je normaal gesproken niet zo snel mee te spelen komt, omdat je in dit orkest speelt. Ja, die erkenning, die internationale erkenning, die is natuurlijk heel, heel mooi. I'm quite happy here and in a way I like to eat croquette and bitterballen and glühwein, so I'm also fine here. Dude, glühwein is German, man. Glühwein is German? Of course, man. I thought. Ik denk dat je zoveel mogelijk mensen probeert blij te maken met de muziek. En iedereen heeft altijd heel veel zin in projecten. Het zijn vaak leuke projecten, leuke artiesten. Je voelt die energie van de mensen komen. En dat zorgt ervoor dat je zelf ook op en top presteert. Alsof we live zingen. Zo wil ik dat jullie erin zien. Ja, een enorme passie, een enorme betrokkenheid en bevlogenheid.
Mooi gesproken, Piet. Show must go on.